Anthony, een paar tips voor we onszelf de dood injagen en de motor doen ontploffen? Ja, tips. Goh, ik kan niet zo goed zelf achteruit rijden, maar ik denk best in de spiegels kijken. Want als je achteruit gaat kijken, gaat je visie heel veel veranderen. En de spiegels kunnen veel beter links en rechts kijken. Maar meen je dat? Ja, dat gaat zeker. Maar je ziet de diepte toch veel minder. Ja, maar ik denk als je je linker en je rechter spiegel goed in doog houdt, dan zie je tenminste hoe ver je van de lijn is. Dat gaat zeker weten. Ja? En wat denk je, echt keihard gas geven dat stuk achteruit? Ja, op de rechte lijn kun je in principe zo snel als je wilt. Hè. Dat is niet zo moeilijk. Hè. Dat is gewoon recht. Maar gaat die motor niet ontploffen? Die is er toch niet op voorzien? Ja, ik weet dat nu eigenlijk ook niet. 4 kilometer aan een stuk achteruit. Wow. Ja. Wat is jouw voorspelling in seconden uitgerekend? Goh, in seconden? Hoeveel is dat? Ik schat rond de 7 minuten. Hoeveel is dat in seconden? 7 maal 7 minuten? Maal 60 seconden zeker niet? Nee, 420. 420 seconden. Veel. Ja, we gaan ons best doen, Er zijn mensen die het sneller doen met de fiets hier. Kom aan eraan beginnen, Maarten. Ja. Gaat jij de tijd opmeten? Ik ga de tijd opmeten. Oh, oké, okay, en moet juist op de lijn, dus zetten we eerst goed op de lijn. Ja. Goed. Dus voor we beginnen, even vooruitrijden, Sven. Ja, mag hè. En ik denk dat we dan al veel meer gaan weten over wat ons te wachten staat. Ik zal ondertussen mijn gordel aandoen, want ik denk dat dat wel nodig zal zijn. Ja, ik ben er ongelooflijk klaar voor. Ik denk dat hij naar achteruit staat, maar ik weet niet 100% zeker, maar ik denk het wel. Ik denk dat zo en dan zo. Ja, dat zal hij naar achteruit. Wacht, hè. Ja, Oké. Staan we nog goed op de lijn, Anthony? Perfect. Oké. Goed. Gaan we aftellen? We gaan aftellen. 3, 2, 1, go! Oké, we zijn weg. Ik ga hier zo misselijk worden. Oh, ik ben echt. Ik kan niet rapper dan dit, hè? Dit nee, maar pas op, hè. Wat, hoe klinkt dat voor die motor? Niet goed. Oef. Eerste bocht. Hé, maar dat gaat nog snel, joh. Nu op 35 seconden. Wow. En dat wordt lekker warm. Ja, het zal wel. Straks zijn we hier kapot. Je zit op 5000 toeren, hè. Oei, dat mag niet. Ja, nee, niet dat. Ja. Ja, maar ja. Ja, maar ja. Hé, hey, lach met mij, hè. Oh. Ah, ik had dat toch op in de nacht. Oh, ik... Dit is echt niet voor wagenzieke mensen. Oh. Ja, perfect zicht, maat. Maar je kijkt toch naar achter, je kijkt niet in de spiegel. Ja, maar nee, ja. Ja, ik vind dat eigenlijk logisch, maar ik heb wel nekpijn. Je not in hoeveel toeren zit ik? Nog altijd 5000. Oh, Maarten! Mijn zicht weg. Oh. Je zicht weg. Ja, met je camera. Oh, sorry. Ah! Ik doe toch niks? Maar nee, ja, maar ik mag eruit kijken, maar ik ben altijd bang voor mijn toeren. Als die motor ontploft, jongen, wat gaan ze dan zeggen? Stunt helemaal gelukt. Zijn de motten gaan toeren? Ja, een beetje. Wow! Pas op die rode witte dingen, hè, die aan het schilderen zijn. Ja, oké. Wow! Kleine slingerbeweging. En maar gezellig, hè? Wow. Het gaat goed. Ik denk 4000 toeren nu. Hé, hey, maar we gaan echt nog 40 per uur, jong. Hé, hey, lach maar eens met mij dat niet achteruit kan rijden. Ik denk dat er dan wel op het eind zo'n soort van bocht komt. Oh, hij mocht nooit over de vijf. Ik kan rapper, hè? Met klankgas. Klankgas. Ja, zoeken tegen die motor. Is die motor... Gaat die op ontploffen of wat? Klinkt toch niet goed, hè? Ja, maar ja, Maarten. Is dat mijn verantwoordelijkheid? Nee. Ze wisten waar we aan begonnen, hè? Toen we vroegen mogen we een auto lenen. Oh. Wat denk je qua timing? 2 minuten 40. Ik ben mee aan het timen met Anthony. 2 minuten 40 zitten we. Is het een ambetant stuk, hè? Ik kan niet rapper dan dit. Nee, maar dat hoeft ook niet. Ik zou nog rapper willen.
En dan nog die berg op zacht. Ja, dit ging inderdaad zwaar omhoog. Oh, dit gaat leuk stuk worden. Rappen kan je, alsmaar minder power, zou dat kunnen? Ja, dat zou kunnen. Misschien uit die motor begint af te... Ik weet, ik ken niks van auto's. We zitten nu op 3 minuten 34. En ik weet niet waar we zitten in het circuit, maar toch al wel een afstandje. Ja, dus... Oh, pas op. Oh. Uitgevallen. Snel terug in vooruit. Hoi. Hij wil niet meer. Batterijplaat. Nee, stek. Ja. Batterijplaat. Batterijplaat. Wacht, zit je zeker? Nee, oké, we zijn weg. Terug naar voren. Verdomme toch. Oei, nu verliezen we wel wat tijd. 4 minuten 14. 4 minuten 14. Ik wist niet dat hier zo'n bocht nog zat. Ah ja, de chicane. Ja, maar ja, pas op voor de rood-witte, vers geschilderde lijnen. Batterijplaat komt dan. Dus 4 minuten 30. 5 minuten van 60. Naderen de 300 seconden. Ondertussen heeft de maak zoiets van... Goed, tegen dat tijd zonder mee te stoppen. Maar we zijn er nog niet. Dat is wel interessant, hè? Ja, die motor die verliest al zijn power, hier, man. Ik rij op het hardste, moet je zien. Waarop rijden we nu? Nu rijden we 45. Ja, rapper dan 45, gaat dus niet. Oh man. Misschien maar gelukkig. Een nieuwe auto voor Q moeten kopen. Denk het ook. Timing nu 5 minuten 20, dus 320 seconden. En de laatste rechte lijn naderen we nu, hè? Bijna, maar eerst nog één bochtje. Is dat de laatste rechte lijn? Ik denk het. Wow. Oh nee, nog niet. Oh man, ik heb een stijve nek, hè? Ja, pas op. Vind je dat zo slecht? 350 seconden, nee, het gaat vlot. Want dit is plankgas, hè? Ja, dat frustreert mij. Ja, 45 per uur is het maximum, ja. Maar je zit ook op maar één versnelling, hè. Dat is wel waar. Man. 370 seconden. Alles stond dat ik stilgevallen ben. Laatste rechte lijn. Ah. Gas geven. Kies zo nog een. Wil jij zo nog een looping of een salto? Nee, dat hoeft niet. Ja, maar echt niet? Nee, toch bedankt. Wow. En nu doet het expres, hè. En we zijn er. Ja, ik denk net onder de 7 minuten. Oh, zo stoppen. Oh. En, eerste reactie. Ja. Ja, ik kan wel in achteruit rijden, maar... Ja, dat is gelukt, ja. Ah. Oh ja, oei, blijf nu in achteruit. Oh, ik ga straks zo naar huis rijden. Oh man, toch. Ja, Anthony. Hij ruikt een beetje vies, hè. Ja. Wie durft nu nog zeggen dat ik mijn circuit niet ken en dat ik geen mensenkennis heb? Huh? Ik zit er op 2 seconden na. Ah, ben ik juist. 6 minuten! Man. Ah ja, het is waar. 6 minuten 57 en 56 honderdste, dus dat is naar boven afronden, is 6 minuten 58. Ja, klopt. 6 minuten 58. Oh, dus dat is stilgevallen daar, hè. 6 maal 60 is... 360 min 2, 358. 358. Nee, 7 maal 7, 420 min 2, 418 seconden. Voilà.